Autisme. 1% van de Nederlandse bevolking heeft een diagnose dat verwant is aan autisme. Via vrienden, kennissen of familie hebben heel veel Nederlanders te maken met autisme. Dit is Gijs, ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Hij geeft trainingen en lezingen over autisme en begeleidt mensen. Verder denkt hij mee met het Openbaar Ministerie over verschillende projecten. Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Alle informatie die je zeg maar binnenkrijgt via je zintuigen wordt anders verwerkt. En dat kan soms tot andere resultaten leiden. Het is niet vreemd, raar of ziek, maar het is anders soms. En daardoor moet je soms je communicatie daarop aanpassen. Maar dat is een wederzijds iets, want communicatie is pas geslaagd als de ander je begrijpt. En eigenlijk heeft iedereen een andere manier van informatieverwerking. Als je 4 vrouwen naar de H&M stuurt, kiezen ze namelijk allemaal een ander rokje. En ik denk, als we meer open zouden staan voor die andere manier van informatieverwerking, dan gaan we elkaar beter begrijpen. Op straat hebben we mensen gevraagd wat een associatie is met autisme. We hebben Gijs gevraagd om te reageren op deze antwoorden. Autisme. Ik vind dat we in Nederland nou krijgen we het. Te veel plakketjes hebben met autisme. Ja, dat hoor je heel vaak. Te veel als plakketjes. Als je kijkt wat ik vind wat autisme betekent, dan kunnen we wel bij iedereen een plakketje autisme opzetten. Iedereen heeft iets wat anders is. Dus inderdaad, iedereen heeft iets wat anders is, maar het is wel een serieuze problematiek. Iedereen is, dan is iedereen autisme. Positief bedoeld. Want, dat zeggen ze er altijd bij, ja, als ze zoiets zeggen. Ja, want de voorgaande meneer zei, die blinken uit in een bepaald vak, of die blinken uit, of die hebben heel veel interesse in een bepaald iets. Ja, dat is soms wel, ja. En als dat autisme is, dan is het toch prima? Ja, maar dat is niet alleen autisme. Die mevrouw zei eigenlijk in haar filmpje, iedereen heeft wel autisme. Dat maakt een beetje autisme is herkenbaar op sommige vlakken. We herkennen allemaal wel iets. Maar autisme kun je niet uitzetten. Dus voor de persoon met autisme zelf is het iets wat elke dag, elk moment er is. Dus niet wat dat je af en toe eens een keer slecht tegen geluiden kunt. Wat die mevrouw ook zegt, die heeft het over de autist in haar filmpje. Dan zou dus één soort persoon zijn die herhaald wordt in heel veel mensen. Nou, de autist die bestaat niet. Het is gewoon mensen met autisme. En die hebben toevallig bepaalde gedragskenmerken. Het is niet aardig en niet netjes om dat op die manier te zeggen. Daarnaast zei die mevrouw iets wat we de laatste tijd heel veel zien, is dat mensen met autisme speciale talenten hebben. We hebben zelfs advertenties in kranten gezocht, talentvolle autist. Net zoals er een talentvol mens niet bestaat. Want je hebt wel iemand die een talent heeft, maar die heeft daarnaast ook dingen die minder goed gaan. Dus de talentvolle autist bestaat al helemaal niet. Dus er zat een aantal dingen in die mevrouw zei die niet klopten. Maar helaas denken mensen in de maatschappij nog steeds zo over autisme. Het is aan de mensen met autisme om te laten zien dat het beeld diverser is. Naast ervaringsdeskundige is Gijs ook schrijver van het boek Plan B. Ja, ik ben auteur van het boek Plan B. En Plan B gaat over het maken van contact. En gaat over dat er altijd ontwikkeling is voor mensen met autisme. En dat er altijd een plan B is eigenlijk.